Hallo, hallo allemaal! Assalamu alaikum en heel erg leuk en gezellig dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. In deze video gaan jullie zien hoe ik lekker sushi ga eten en hoe ik mijn koffer inpak. Want zoals je wel hebt kunnen horen, tenminste als je mijn vorige video hebt bekeken, ga ik aanstaande zondagnacht op vakantie. Ik ga richting Frankrijk. Maar ja, daarvoor moet ik natuurlijk wel het een en het ander inpakken. Ik heb een eigen koffertje, hij is niet heel erg groot. Ik heb hem hier... staan in mijn kamer. Maar ja, ik ga kijken hoe vol ik hem krijg. En wat er allemaal niet in past, dat neem ik gewoon apart mee in tassen of zo. Allereerst de sushi. Nou, ik heb dus al een tijdje geen sushi meer gehad. En terwijl ik het wel heel erg lekker vind. Ik heb een bak besteld. Met één hand gaat het niet makkelijk. Dit is het, jongens. Een hele box vol. Ik ga samen met mijn zusje eten. Super lekker. Nou, ik ga die sushi dus met mijn zusje samen eten. Maar goed, dit is dus mijn koffer. En er zitten hier en daar al wat stickers op. Omdat ik dus een paar jaar geleden ook in Frankrijk ben geweest. En in Spanje. En laten we inpakken. Goed, we gaan het even openmaken. Let's roll, baby, staat er op mijn top. Oh my god, ik heb hier zoveel zin in. Dit is denk ik gember. En dat daar is wasabi. Nou, hoe raad ik het zo? Wow, ruikt echt lekker. En dit is sojasaus. Alleen weet ik niet of hier alcohol in zit. Want ik kwam er dus achter dat in heel veel sojasaus alcohol zit. Dus ik denk dat ik dat voor de zekerheid maar niet erbij ga eten. Maar goed, ik ga jullie even de box nog even goed laten zien. Kijk, aanschouw, aanschouw. Nou, ik ben dus echt een viseter, dus ik geniet hier echt van. Bismillah. Het is trouwens met allemaal verschillende soorten vis. Zalm, tonijn. Oh ja, en tofu trouwens ook. Dat is natuurlijk geen vis, maar dat zit er ook op. Kaas of omelet of zo. Garnaal zie ik. Komkommer, surimi, California. Roll heet die, geloof ik. Van alles en nog wat. Nou, ik hoop dat er geen gekke dingen tussen mijn tanden zitten. Zoals jullie kunnen zien is mijn kamer nog steeds niet opgeruimd na 100 jaar. mijn doel is om dat dus te doen voordat we vertrekken naar Frankrijk. Maar goed... Wat ik jullie even wil laten zien, wat ik alvast heb gedaan een paar dagen geleden, is het een en het ander in flesjes gestopt. Nou, voorbeeld is dit. Ik heb hier Leave In voor mijn haar, nagellak remover, rozenwater, body lotion en dit is volgens mij ook rozenwater. Hier heb ik ook weer flesjes in. Kijk even hoe leuk. Ik vind het echt heel leuk. Deze heb ik bij Primark gekocht trouwens. En deze weet ik niet meer. Hier zit reinigingsolie, vitamine A in. Dit, wat was dit ook alweer? Weet ik niet meer, maar als ik het ruik dan weet ik het wel weer. Shower scrub, aloe vera gel. En hier zit nog niks in. En dan heb ik deze. Even zien, dit is een shower scrub. Dit is een olie geloof ik, amandelolie denk ik. Dit is appelazijn en dit... Weet ik ook niet meer. Ik denk ook iets voor mijn haar. Of body lotion. Ik weet het niet meer. Wat ik zei, ik moet het even ruiken. Dan weet ik het waarschijnlijk wel weer. Maar ik vind dit soort verpakkingen echt heel erg handig. Dan hoef je niet allemaal van die grote flessen mee en zo. En ook als je een dagje ergens naartoe gaat, weet je wel. Dan kan je altijd zo'n klein flesje meenemen. Ideaal. En nog een stukje sushi. Een stukje sushi. Met wasabi. Because... ik hou daarvan. Oké, ik ga mijn koffer openmaken. En letterlijk de laatste keer dat ik deze koffer open heb gemaakt was de laatste keer dat ik op vakantie ging. Dus dat is echt 2019, zoiets. En welk jaar ging ik op vakantie? 2018, 2019? Naar Frankrijk. Toen gingen we ook naar het zuiden van Frankrijk. Maar nu gaan we nog zuidelijker dan dat. Nou, hier is hij dan. De koffer. Ik moet hem even een beetje schoonmaken, zie ik wel, van binnen. Maar zo ziet hij eruit van binnen. Dus er past op zich best wat in. Wat is handig om mee te beginnen? Ja, ik denk kleding die ik nu gewoon niet meer aan ga hebben de komende dagen. Maar die ik wel mee wil hebben op vakantie. En ik heb het een en het ander gekocht aan nieuwe kleding. Dus dat gaat sowieso de koffer als eerst in. Ja, ik denk dat ik dat eerst ga doen. Nou. Allereerst heb ik hier een heel mooi strand. Ja, wat is dit? Niet een jasje, niet een vest. Zo'n doorzichtig... Het is ook niet een jurk. Maar goed, het is voor op het strand bijvoorbeeld. Ja, hoeft niet per se hoor, maar dat idee heb ik er dan gelijk bij.
Ik heb hier alle kaartjes al vanaf geknipt. Dus ja, hoe vouw je zoiets op? Maar goed, deze neem ik dus sowieso mee. Ik ga alles niet super, super netjes opvouwen. Gewoon een beetje, hè. Even zien. Dit is ook voor op het strand. Deze heb ik van Primark. Die van zo net heb ik trouwens ook van Primark. Even kijken hoor, waar zit de voorkant? Anders hebben jullie nog geen beeld van wat het is. Zo'n jurkje is dit. Ik heb deze in de maat M gekocht. Volgens mij heb ik dat andere strandding in de maat S gekocht. Of ook M. Even zien, ik heb hier de schaar. Ik ga even het kaartje ervan af. Hartstikke leuk, ik hou van dit soort printjes. Zo, ik zie dat er wat sliertjes aan hangen. Even eraf knippen. Dan hoef ik dat dan niet meer te doen. Nou, en ook dit gaat in de koffer. En wat ik hier in mijn hand heb, zijn de twee hemdjes die ik ook in mijn vorige video heb laten zien. Dat zijn de hemdjes die ik bij Shein heb gekocht. Ik heb vandaag ook de witte ervan aan. Zie? Zit heel erg lekker. Is wel doorzichtig. Maar ja, nou ja, dat is dan maar zoals het is. Dan doe ik er wel wat overheen. Even deze eruit knippen. Die labeltjes, want dat is super irritant als dat de hele tijd tegen je lichaam aan schuurt. Trouwens, ik heb een hele leuke strandtas gekocht. Die gaat niet verder in mijn koffer uiteraard. Daar stop ik ook andere bagage in. Kijk even hoe die eruit ziet. Waar heb ik deze ook alweer gehaald? Bij H&M geloof ik. Ja, ik geloof bij H&M. Ja, en hier past echt heel veel in. Kijk even hoe die er van binnen uitziet. Hier zit één groot vak. En aan de andere kant zit een vak met een ritsje. Zie? En dat andere vak was dan open, maar dat konden jullie ook zien. Dus hier ga ik ook het een en het ander instoppen aan bagage. Maar eerst maar eens even deze koffer volmaken. Kijk, zo heb ik het er nu in zitten. Nou, ik zeg wel mooi van, oh, ik ga eerst de koffer inpakken en dan pas die tas. Maar nou zie ik toch zwemkleding. En die zwemkleding wil ik dus in die strandtas doen. Ik ga jullie gelijk laten zien wat voor zwemkleding ik heb. Ja, ik ga het even laten zien. Deze vind ik persoonlijk een van de leukere die ik heb. Want ja, het is gewoon lekker kleurrijk. Zie, het is een jurkje met een nou, mooi zacht blauwe kleur. Met daarin paars en wit en roze. Maar overal is hij zeg maar blauw. Ja, dit is ja, blauw-paars is dit. Super leuk. En daar hoort dit broekje bij. Of nou ja, leggingje is het. Die heb ik voor op het strand. En dat is niet het enige wat ik aan zwemkleding heb. Ik heb namelijk ook dit. Dit is de top daarvan. Ik zal even dit eraf halen. Dit is daar de top van. Hij is grijs. Ik vind het wel leuk hoor. Alleen ja, het is grijs. En ik hou gewoon meer van kleuren. En zo ziet hij er aan de onderkant uit. Zien jullie? Hij loopt in twee punten, zeg maar. Ik zal gelijk even dit eruit knippen. Ik heb dat grijze pakje in een XL besteld. En die andere, die blauw-paarse in een, ook een XL. En hier hoort trouwens ook zo'n legging bij. Slash broek. Ook grijs. Goed. Kijk, ik heb het er allemaal in zitten. En ik moet even kijken wat ik nog meer in de tas wil stoppen. Dan heb ik iets wat leuk is voor onderweg. Maar eigenlijk ook gewoon voor als ik al in Frankrijk ben. En ik denk dat ik het ga bewaren voor als ik al in Frankrijk ben. En dat zijn deze bladen. Deze heb ik bij Kruidvat gekocht voor €1. En dit zijn er een stuk of, ja, dit zijn er 4. Ik dacht, ja weet je, ik lees eigenlijk nooit dit soort bladen. Maar mocht ik me gaan vervelen daar of wat dan ook, dan heb ik even wat te lezen. Dus deze gaat ook in de koffer. Ik sta momenteel voor mijn kast, omdat ik dacht, ja, ik wil ja, ook wel wat meer kleding meenemen. Een van die kledingstukken die ik ga meenemen is deze jurk. Deze jurk is echt heel erg leuk. Die heb ik ook een tijdje geleden aangehad bij het rolschaatsen. Dus die neem ik sowieso mee. Kijk, even van dichtbij met allemaal bloemetjes. Welke jurk ik nog meer meeneem is deze roze. En die heb ik al wel een tijd hoor. Die heb ik al 2 jaar of zo, maar dat maakt niet uit. Het is een beetje lastig om dat met één hand allemaal te laten zien. Wacht, ik zet even mijn camera hier. Ja, dat kan ook prima. Kijk, dit is hoe die jurk eruit ziet. Lekker van H&M. Deze groene, ik verlies mijn evenwicht. Deze groene komt van Shein. Deze dus van H&M. Dit is een maat 38. Ik weet niet meer welke maat dat is. Staat het erin? Nee, ook niet. En ja, mooi zachte roze kleur. Deze jurk heb ik onlangs aangeschaft. Mijn moeder vindt het echt op een pyjama jurk lijken. Dus nou durf ik hem niet meer buitenaan te doen. Maar dit is een maat L. Een blauwe, mooie babykleur. Blauw.
Alleen hij is dus echt heel erg lang. En inderdaad, als ik hem aan heb, lijkt het ook wel een beetje op een slaapjurk. Maar goed, soms kan je dingen leuk stylen en zo. Dus misschien doe ik hem buiten nog wel aan, maar dan moet ik het gewoon even leuk stylen. Als ik toch bezig ben met al die jurken, ik ben een echt jurkenmens. Daar, nou ja, zijn jullie nu wel achtergekomen, als je dat nog niet wist. Deze jurk neem ik uiteraard mee. Die heb ik laten zien in mijn nieuwste video. Die mooie groene met roosjes erop. En deze uiteraard. Die heb ik ook laten zien in de nieuwste video. Mooie jurk ook weer. Ik was trouwens erbij vergeten te melden dat daar een riempje bij zit. Die zat nog in de verpakking. Daar ben ik wel blij mee. Dan is het niet zo'n één grote hobbelzak. Snap je wat ik bedoel? Dus die neem ik mee. Wat neem ik nog meer mee? Je kan bijna vragen, wat neem je niet mee? En ik bedacht me net dat het ook heel erg handig is om hemdjes mee te nemen. Extra mondkapjes en leggings, driekwart leggings. Van die korte fietsbroekjes / leggings. Altijd handig om mee te nemen. Nou ben ik vorige week naar Primark geweest en heb ik een aantal hemdjes gekocht. En dus een paar van die leggings. Nou, een van die hemdjes is deze. Beetje huidskleur. Even kijken wat ik hier heb. Nou, dit is dus zo'n legging. Zo'n fietsbroekje. Een zwarte. Nou heb ik hier nog zo'n een. Ook een zwarte. Even kijken wat dit is. Dit is een wit hemd. Deze heeft wat bredere bandjes. Die andere, die huidskleurige, die heeft spaghetti bandjes. Dan heb ik hier nog zo'n wit hemd. En als laatst een zwart hemdje met spaghetti bandjes weer. Nou, deze neem ik allemaal sowieso mee. Kan ik ook het een of ander beetje combineren. Niet dat je het ziet, want dat ga ik toch onder mijn kleding dragen. Maar ja, altijd handig om mee te nemen. En onderbroeken en zo ook. Maar die ga ik straks nog even allemaal uitzoeken. Want ja, dat draag ik natuurlijk dagelijks. Dus ik kan nu niet al heel veel onderbroeken gaan inpakken. Alhoewel, ik heb best wel heel veel onderbroeken. Des te beter. Ik heb de camera even op de grond gezet. Ik zet hem wel echt overal en nergens neer hoor. Maar goed, ik hoop dat jullie dat niet irritant vinden. De hemdjes gaan de koffer in. En ja, voor mijn gevoel is die koffer echt nu al bijna vol. Maar goed, aan de andere kant. We gaan dus met een busje naar Zuid-Frankrijk. Dus dat betekent dat we eigenlijk heel veel ruimte hebben. En ik kan dus best wel veel bagage meenemen als ik dat wil. En dat ga ik ook doen. Want ik ga niet alleen kleding meenemen. Ik wil ook boeken meenemen. En nou ja, mijn laptop gaat mee. Ik heb een speciale tas voor mijn camera. Met alle accessoires die erbij horen. Zoals mijn oplader en microfoon, et cetera. Dus ja, wat ga ik nog meer meenemen? Mijn sportschoenen, mijn hardloopschoenen neem ik mee. Sokken, oh ja, sokken moet ik ook meenemen. En ik zit te denken aan mijn rolschaatsen, of ik die ook mee moet nemen. Ik ben nog niet zo heel goed in rolschaatsen. Ik ben het nog aan het leren. Dus ja, ik kan ze meenemen. Maar ja, dan, dat weegt er ook best wel in. En ik moet natuurlijk ook mijn beschermingsmiddelen dan allemaal meenemen. Nou ja, weet je, ik zie het wel. Ik denk dat ik ook een heleboel dingen last minute ga besluiten. Of ik dan iets wel of niet meeneem. Dus daar ga ik me ook weer niet zo druk over maken. Wat ik nu wel zit te denken is wat ik dan precies hierin ga doen. En ik hoor de postbezorger praten met de buurman. Dus dat horen jullie ook een beetje op de achtergrond. Maar even kijken, wat kan ik hierin doen? Hier denk ik onderbroeken en sokken. En hier kan je ook nog best wel een heel... Oh ja, dat is waar. Oh, ik was dit alweer helemaal vergeten. Kijk, hier kan je ook het een en het ander wel in doen. Zien jullie? Ik moet even nadenken hoor, wat ik nou precies allemaal ga doen. En ik bedacht me nog iets. Ja jongens, ik ben aan het nadenken als een malle. Pyjama's. Want ik vind het thuis heel fijn om comfy kleding te dragen. Nou zijn jurken heel erg comfy, vind ik. Alleen, ja, zo'n hele mooie, chique jurken, dat ga ik niet thuis dragen. Dat is meer gewoon voor buiten. En als ik gewoon een evenement heb of wat dan ook, activiteit. Dus ik dacht, ja, pyjama's. Dus ik heb hier een pyjama shirt met Sweet Dreams. Dit is een elletje. En ik heb hier een hemd met brede banden. Even kijken, welke maat is dit? Een L. Deze komt van C&A trouwens. Dat roze shirt is volgens mij van Kruidvat. Kijk, lekker zo'n baggy ding. Ik zit nog even na te denken over pyjama broeken. Want ik heb bijvoorbeeld wat joggingbroeken. Maar ik ga dus naar Zuid-Frankrijk. En daar is het gewoon warm. Dus ik denk dat dat niet lekker gaat zitten. Nou heb ik alsnog pyjama broekjes gevonden. Waarvan ik denk, oh, volgens mij kan dat best. Ook al is het heel warm. Dit is gewoon een legging. Een zwarte legging. Wel een pyjama legging.
Dus die gaat sowieso mee. En die is van katoen en best wel dunne stof. Dus dat is fijn. Deze. Pyjama broek van H&M. Dit is een M. Ik weet niet of ik die nog goed pas, want ik ben wat breder geworden. Maar ja, dit is wel gewoon een lekker pyjama broekje. Lekker luchtige stof ook. En als laatste heb ik deze. Dit is een... Deze is ook van H&M, geloof ik. Welke maat is dit? Ik weet het niet. Nou ja, boeit eigenlijk ook niet heel veel al die maten. Maar ook weer een mooie pyjama broek. Ik wil het eigenlijk wel een beetje gescheiden houden allemaal. Dus de gewone kleding hierin. De zwemkleding die heb ik dus in deze strandtas. En de pyjama's, ik weet nog niet zo goed in welke tas ik dat kan doen. Oh, ik kan natuurlijk gewoon mijn schooltas meenemen, mijn rugzak. Dat kan. Ja, daar zit ik ineens over na te denken. En ik heb natuurlijk dit soort tasjes wel. Dus daar ga ik nu tijdelijk even de pyjama's in doen. Die ik mee ga nemen. Dit is een regenjas. Ik denk dat ik die niet nodig ga hebben. Maar ja, ik ga al die pyjama dingen hier even in doen. Dan is het in ieder geval even goed gesorteerd allemaal. En als laatste ga ik er nog even dit shirt aan toevoegen. Er staat op 90s baby. Het is een beetje een lang shirt. Zachte stof. Kan al wel gauw te warm worden denk ik. Maar goed, ik ga het toch meenemen. Stel het is al laat in de avond of weet ik veel in de nacht. Dan kan het soms flink afkoelen. Ik weet niet of dat daar ook zo is. Maar goed. Nou, dan heb ik in ieder geval het een en het ander aan pyjama's ready hierin. Wat moet ik nou nog meer? Ja, hier. Oh, deze heb ik nog helemaal niet laten zien. Deze heb ik laatst gekocht. En dit is een strandjurkje. Maar kijk even, hoe schattig. Hij heeft spaghettibandjes en een V-hals. En dit is de print. En hij loopt in een V-vorm, de jurk. Dus ja, ik vind dit super leuk. Dit kan je aandoen over de zwemkleding heen. En ik vind dit gewoon een heel schattig ding. Ik ga hem niet prachtig opvouwen. Dat kan ook haast niet met dit. Dus ik doe dat lekker ook bij deze tas in. Bij de zwemspullen. Even kijken, heb ik nog meer zwemkleding? Ja, ik heb meer zwemkleding hoor. Even kijken, want ik heb hier ook... Ik heb een groen badpak. En... Ik heb hier, deze twee wil ik meenemen. Nou, ik heb twee badpakken. De ene is heel erg fancy. En de andere is gewoon heel basic, zeg maar. Echt zo'n sportbadpak is dit. Nou, dit is dus het sportbadpak. Ja, niks bijzonders. Zit heel lekker, maar is nou niet echt fancy. Gewoon zwart. Ik ga hem wel meenemen. En deze is dus wel fancy. In beide heb ik trouwens al heel vaak gezwommen. Zit super lekker. Deze ook. Deze komt van H&M. Die andere die dus niet fancy is, die komt van de Primark. En ja, deze is bruin. Zie je, die heeft aan de zijkant dit detail. Jeetje, ik kom niet meer uit mijn woorden, jongens. En dan heb ik nog een ding wat ik dus aan kan doen op het strand. Dus of om me heen kan slaan. Ik weet het niet zo goed. En dat is een sarong. En dat is dus gewoon een sjaal. En die kan je op verschillende manieren om hebben. Alleen, ik kom er gewoon niet zo goed uit. Want how to wear. Nou, kijk even naar die plaatjes. Of ik ben achterlijk, of het is gewoon super onduidelijk allemaal. Ik heb werkelijk geen idee. Ik vond zeg maar dit wel een leuk idee. Gewoon zo om je middel. Maar ja, hoe? Ik dacht, nou, dan doe ik hem gewoon zo om. En dan, ik zie op het plaatje een soort knoopje. Maar hoe maken zij dat knoopje? Want als ik hier een knoopje in maak, dan wordt het dit. Ik weet niet, dat ziet er echt heel anders uit dan hoe ik het op dit plaatje zie. Maar goed, ik neem hem mee. En ja, leuk. Ik moet even het kaartje ervan afknippen. We zien wel hoe we dat gaan dragen. Het is in ieder geval een leuk sjaaltje. Een leuk printje heeft hij. Nog even één keer goed laten zien. Ik hoop trouwens dat het niet allemaal te donker is. Ik heb een beetje het gevoel dat ik hier echt half in het donker zit te filmen. Terwijl het buitenlicht is. Ik heb zelfs het licht in mijn kamer aangedaan. Dus ik hoop dat jullie alles goed kunnen zien. En deze gaat natuurlijk ook bij de strandtas in. Nou, wordt hij toch nog goed gevuld. Dit is hoe de koffer er momenteel uitziet. Hij lijkt al aardig vol, maar op zich kan je best wel stapelen met kledingstukken. Moet ik sokken meenemen? Ik doe maar één of twee paar sokken voor de zekerheid, ja. En nog iets leuks wat ik heb gekocht is deze hoed. Kijk eens even. Zo. Hij is een beetje misvormd, want ik heb hem hier al een tijdje op de grond liggen. Maar wat vinden jullie ervan?
Ik vind het persoonlijk heel erg leuk. Ja, het is echt zo'n zomerhoed gewoon. Ook zo'n strandding. Dat kan je prima op het strand dragen. Maar ook gewoon normaal op straat. Ja, love it. En naast die hoed heb ik nog een dingetje. Die heb ik al een tijd geleden gekocht bij Primark. Deze hoed heb ik trouwens gekocht bij... ook Primark? Of H&M? Weet ik niet meer. In ieder geval. Dit is een heuptasje. Altijd handig. Kan je hier zo omheen doen. En ja, gewoon praktische dingetjes in stoppen. Als je gewoon even naar buiten gaat of zo. Dus deze heb ik ook gehaald. Nou heb ik ook wat andere spulletjes die ik mee wil nemen. Ik heb sowieso een toilettas. Die zit hierin. Wacht, die ga ik er ook even bij pakken. Als ik het vanaf deze hoogte eruit kan halen. Wat ik nu alvast heb bijgepakt is een menstruatiecup. Ik heb daar een video over opgenomen. Over wat ik van de menstruatiecup vind. En wat mijn ervaring is daarmee. Mocht je die nog niet hebben gezien. Ik zet hier bovenin ergens in de video even een linkje waar je op kan klikken. Dan kom je bij die video terecht. En als je hem wilt bekijken, dan kan dat. En ik zet hem ook voor de zekerheid even in de beschrijving. Dus ik ga verder niks vertellen nu over die menstruatiecup. Behalve dat ik het weer ga uitproberen. Ik moet hem nog wel even koken in verband met de hygiëne en de bacteriën en al dat soort dingen. Deze heb ik trouwens nog nooit gebruikt. Ik had er 2 gekocht en dit is de geheel nieuwe. Nou, die neem ik dus sowieso mee. 2 deodorants, 1 van Fa en 1 van Vogue. En Vogue is echt mijn nummer 1 merk, gewoon ik hou van Vogue. Een parfum. Kan niet missen. En vingerpleisters. Want ik kan soms nog wel een beetje onhandig zijn. Dat ik mezelf snij. Of nou ja, dat soort ongein. Nou ja, mondkapje heb ik hier dus. Ik heb mijn toilettas. Die heb ik laatst ook alvast even geordend. Dit is een gezichtshanddoekje. Ja, ik ga niet alles eruit halen. Maar kijk maar eventjes mee wat ik in de toilettas heb zitten. Hier kun je een tandenborstel in doen. Ik heb een elektrische tandenborstel, maar ik neem vaak ook even zo'n extra mee. Zo'n goedkope losse tandenborstel en dan doe ik die hierin. Ik heb hier zonnebrand mee in een mini-vorm. Een brillendoekje, blauwe nagellak, roze nagellak. De oplader voor mijn tandenborstel, een scrub handschoentje. Dit zijn pilletjes voor de stoelgang. Dit zijn wet wipes, die heb ik laatst gekocht bij Primark. Dat is gewoon, weet ik veel, om je handen mee af te vegen en zo. Dit is voor als je een vette huid hebt, blotting paper. Het vet in je huid, dat trekt dan in deze papiertjes. Super handig, echt een uitvinding. Even kijken hoor, wat zit nog meer in? Extra lenzen, mocht ik lenzen kwijtraken of allemaal dat soort ongein. Gebeurt echt haast nooit, maar je weet maar nooit. Opzetstukjes voor mijn elektrische tandenborstel. Hier heb ik nog doekjes om mijn bril mee schoon te maken. Dit is zo'n massageding voor je gezicht. Vind ik wel grappig om af en toe te gebruiken. Nog meer zonnebrandolie. Ik wil echt zonnebloemolie zeggen. Ik ga een stuk zonnebrandolie. Wat elastiekjes en clipjes voor in het haar. Even kijken hoor. Wat heb ik nog meer? Er zit echt een heleboel in. Ja, en ik heb dit gekocht. Hier in Nederland gewoon, in ons huis hier, wij hebben geen bad, we hebben alleen een douche. Maar het huis waarin we gaan, dus in Zuid-Frankrijk, heeft wel een bad. En ik dacht, waarom koop ik niet zo'n badbom? Zo'n bathbomb. Dus, of nee, bathfizzer. Ja, het ruikt super lekker, want ik kocht hem en toen zag ik ineens dat het hier al een beetje open was. Maar daardoor kan ik het wel goed ruiken en het ruikt heel erg lekker. Dus ik dacht, nou, de moeite waard om te proberen. Dan heb ik hier alcohol. Dit is voor mijn oren, om mijn oren mee schoon te maken. Of nou ja, de gaatjes. En wat heb ik nog meer? Oh ja, ik heb hier een kam. En dit is micellair water. Nou, er zit misschien nog wel meer in, maar dat ga ik er nu niet uithalen. Want dan nou ja, haal ik alles weer onnodig overhoop. Dus dit is mijn toilettas. Die gaat mee. Al deze dingen gaan mee. En er komt waarschijnlijk nog wel meer weer bij. Nou, ik heb mijn toilettas weer even teruggezet in mijn kast. Omdat ik die gewoon deze week ook nog nodig heb. Een paar dingen die erin zitten. Wat ik ook nog ga meenemen is dit. Dit heb ik laatst gekocht. Dit is After Sun Shimmering Oil met aloe vera erin. Deze heb ik 1 keer even uitgetest op mijn benen. Ruikt lekker en laat inderdaad een mooie gloed achter op de huid. Rozenwater heb ik al in een van die flaconnetjes. Dus ik ga dat niet helemaal meer meenemen. Wat ik wel echt ga meenemen is dit.
Ontharingsmoes. Dit werkt namelijk echt als een malle. Gewoon even sprayen op je benen. Een paar minuten laten inwerken. 10 tot 15 minuten eraf spoelen en de haren zijn weg. Maar ik moet zeggen, dit is dan de moesvorm. Ik denk dat ik het toch fijner vind om de crèmevorm te gebruiken. Want dit spat echt overal en nergens naartoe. Dus dat is wel irritant. Wat heb ik nog meer in de kast? Ja, ik heb mondwater. Dit zijn allemaal schoolboeken. Die gaan we niet meenemen. Ja, misschien wel een Frans boek trouwens. Ik heb heel veel Franse leesboeken. Dus ik moet natuurlijk wel mijn Frans blijven werken. En nu ik naar Frankrijk ga, is dat helemaal mooi. Maar, nou ja, dat is. Ja, jeetje. Ik ga jullie echt de hele inhoud van mijn kast laten zien nu. Ik heb een body scrub van Rituals. Die heb ik echt vorige week gekocht. Ga ik uitproberen. Die neem ik mee. Wat nog meer? Nou, een borstel uiteraard voor mijn haar. Tongschraper. Voor mijn tong, hè. En ik heb laatst... Wacht, dat ga ik jullie even zo laten zien. Ik heb laatst allemaal van die Dove dingen gekocht. Ik pak er wel even eentje uit. Oh, waren allemaal in de korting. 70% korting. En ik heb deze een paar jaar geleden ook gebruikt. Vond ik heel fijn spul. Dit is gewoon body lotion met een kleurtje erin. Een soort self-tanning. Nou, word ik snel bruin. Maar goed, ik vind het alsnog gewoon fijn. Nou, dat zijn de wat cosmetische spullen. Ik ga nog even kijken wat ik aan kleding heb. Wat ik heel graag mee wil nemen. En wat ik nu alvast wil inpakken. Nou, is er alleen nog één jurk. Die ik ook niet zo lang geleden heb gekocht. Bij Primark. Die ik heel erg leuk vind. Maar ik twijfel een beetje of het wel de juiste maat is. Ik heb hem dus in een maat 40 gekocht. En ik heb hem aangedaan en gepast dus. En ik dacht van, het voelt een beetje alsof de bandjes steeds willen verschuiven naar, zeg maar over mijn schouders heen. En het hele ding is, ik ben van boven best wel smal. Ik heb niet hele brede schouders. De voorgevel is wel wat breder, maar mijn taille is ook wel weer smal. Dus op zich kan ik van boven vaak wel 38 aan, soms 36 zelfs. En ik heb dit dus in een 40 gekocht, omdat ik wel brede heupen heb. Ja, wat zal ik zeggen? Ik ga hem nog een keer passen. Het kaartje hangt er nog aan. Dus mocht ik hem wel terug willen brengen, ik ga vrijdag weer naar Groningen. Daar zit een Primark. Dan kan ik het gewoon nog terugbrengen. Bonnetje heb ik nog. Maar goed, ik ga hem dus nog een keer passen. Dit is hem. Dus hij is wel echt heel erg leuk. Echt ook typisch Jasmina. Een echte Jasmina jurk. En je kan hem, wat strakker trekken met deze touwtjes die eraan vastzitten. Dus ik ga hem nog niet inpakken. Nee, ik ga hem nog even passen wat ik net zei. En we zullen zien of ik hem hou. Maar leuk is hij zeker. Zo, die gaat even op mijn bed. Ik ga jullie even laten zien hoe het er nu bij ligt allemaal. Nou, dit is hoe het erbij ligt. Dat is nog van de sushi. Dit is niet gesponsord, voordat jullie denken, oeh, sluipreclame. Nee, dit is gewoon, die tas staat daar toevallig als afvalzak. Niks gesponsord. Ik heb gewoon €25 of zo betaald voor dat boxje met sushi. Is echt niet normaal duur, maar wel lekker. In ieder geval, dit is hoe het er nu bij ligt. Hierachter heb ik alle onderbroeken en sokken gedaan. Hier dus al die flesjes. Hier nog meer flesjes. En die andere flesjes, die heb ik bij de strandtas ingedaan. Dat. En ik zat nog te denken, ik wil ook mijn sportkleding meenemen. Dus daar moet ik dan ook apart weer een tas voor. Nou, het is echt niet normaal. Ik neem echt heel veel dingen mee. Maar ja, we gaan 3 weken. Dus op zich, en de dingen die ik meeneem, daarvan denk ik wel echt dat ik ze allemaal ga gebruiken. Dus op zich... Hoe doen jullie dat altijd met inpakken als jij op vakantie gaat? Ja, het hangt er natuurlijk vanaf hoe lang, denk ik. Voor sommige mensen ook niet. Het zijn echt minimalisten. Die nemen echt het minimale van het minimale mee. Daar behoor ik niet toe. Maar hoe doen jullie dat met inpakken? Dus heb jij ook altijd heel veel bagage bij je? Of is het voor jou gewoon je tandenborstel, een shirt en een broek en een handdoek en that's it? Of hoe gaat dat bij jou? Laat me weten in de reacties. Ik denk dat ik voor nu genoeg dingen heb ingepakt en geordend, et cetera. En de komende dagen zullen daar wel wat meer dingen bij komen. Maar dat ga ik jullie dan allemaal laten zien. Ik laat het hier lekker bij. Dus ik zie jullie heel graag bij de volgende video terug. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Mocht dat het geval zijn, doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet op mijn kanaal te abonneren voor als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet ook niet op het belletje te drukken.
om op het belletje te drukken naast de abonneerknop. Want dan krijg je elke keer een melding wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan mis je dus niks. En dat is hartstikke leuk. Nou, nogmaals hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende video. Beslemma!